De vraag van de week heb ik uiteindelijk geformuleerd naar hoeveel scherpstelpunten gebruik je in welke situatie? Nou, als we het over scherpstellen hebben, is het denk ik even handig om ook goed in beeld te hebben wat er nu precies gebeurt bij het scherpstellen. Als je gaat scherpstellen, dan wordt de afstand gemeten tussen je camera en het onderwerp waar jij je scherpstelpunt plaatst. Dus in dit geval, als jij het scherpstelpunt plaatst op het poppetje, op de persoon die hier staat, dan wordt deze afstand gemeten en dan weet de, ja, dan, dat zorgt ervoor dat dit, waar jij op scherpstel, deze afstand, dat het scherpste gedeelte wordt in je foto. Stel, deze afstand is 4 meter, dan wordt de persoon die op 4 meter afstand staat scherp. Dat is het scherpste gedeelte van de foto. Maar niet alleen de persoon, mocht hier nog een andere persoon naast staan en misschien nog een olifant naast staan. Alles op 4 meter afstand zal haar en haar scherp in de foto moeten komen te staan. Dus dat is wat er gebeurt met scherpstellen. Uiteindelijk ja, krijg je een bepaalde scherptediepte. Scherptediepte is een term wat aangeeft wat er voor het oog scherp uitziet. En een scherptediepte kan groot zijn, dus in dit geval vind je ook nog wat scherpte voor de persoon, maar ook nog heel veel achter de persoon. Wat wel belangrijk is om te weten, waar jij scherp stelt, de scherpstelafstand, in dit geval, maar in mijn voorbeeld gaf ik 4 meter aan, dat is het scherpste punt. Alles wat hier voorkomt, zal misschien scherp ogen, maar het kan er net iets minder scherp uitzien. En datzelfde geldt ook voor alles wat erachter komt. Dus waar jij scherp stelt, is het scherpste punt. Nou, waarom leg ik dat uit? Als je gaat scherpstellen, dan moet jij in je camera kiezen met hoeveel scherpstelpunten je wilt gaan werken. En dat is een instelling in iedere camera en je kan ervoor kiezen om met alle punten te gaan werken. Dat kan er bijvoorbeeld zo uitzien, het hangt een beetje van de camera af. Maar in dit geval zie je heel veel puntjes geconcentreerd in het midden van het beeld. En dit is een soort van automatische stand en wat er gebeurt is op het moment dat jij de ontspanknop half indrukt, gaat de camera zelf bepalen welk van deze puntjes geactiveerd wordt. En als het ware bepaalt de camera voor jou dan wat het onderwerp is. Want heel misschien stelt hij wel goed scherp op de voorgrond of op de persoon die daar staat. Maar als je pech hebt, ziet de camera die persoon niet staan en stelt hij scherp op de achtergrond. Dus je geeft een stukje controle uit handen. En ja, dat is juist niet wat we willen met de camera's van nu. Want jij kan veel meer controle uitoefenen. Je wil niet gokken dat het goed gaat. Je wilt zeker weten dat het goed gaat. Nou, dan zijn er ook nog afhankelijk van het type camera wat je gebruikt, nog andere functies wat betreft scherpstelpunten instelbaar. Dus je kan hiermee werken. En dat, in dit geval staat het puntje in het midden of kun je het bewegen door dit gebied. Dus dan kun je het iets naar omhoog verplaatsen of iets naar links of iets naar onder. Je kan voor deze spreiding kiezen. Ook hier heb je dan de keuze of je waar je het puntje plaatst. Uiteindelijk heb je ook een optie waarbij je één punt gebruikt. En in dit geval staat hij in het midden. Maar meestal kun je dat punt ook verplaatsen. Dus dan kun je ook zeggen van nee, ik wil het punt niet in het midden, maar ik wil het ongeveer hier hebben. Of nou, hier een beetje rechts onderin. En het grote voordeel van één scherpstelpunt is dat jij het op het onderwerp kan plaatsen. En dan weet je zeker dat dat en die afstand het scherpste in de foto is. En dat geeft natuurlijk veel meer controle. En ja, wat voor onderwerp je ook fotografeert, het maakt niet zo heel veel uit. Je hebt simpelweg de meeste controle met één scherpstelpunt. En mocht je mijn boek Eerst Hulp bij Fotograferen gelezen hebben, dan ja, uiteindelijk begin met de basis, met de instellingen, maar daarna beschrijf ik 45 verschillende onderwerpen om te fotograferen. En het is je misschien wel opgevallen dat bijna bij al die onderwerpen dat ik één autofocuspunt aanraad. En dat is om deze reden. Laten we hier naar kijken. Een paddenstoel, als je dit effect wilt creëren, dus de paddenstoel scherp en de achtergrond onscherp. Ja, als jij het punt op de paddenstoel plaatst, dan weet je zeker met het juiste diafragma en de brandpuntsafstand dat dit effect gaat optreden. Als jij de camera laat bepalen wat scherp moet zijn, ja, als je pech hebt, stelt hij misschien wel de blaadjes op de voorgrond scherp en is de paddenstoel al een beetje onscherp. Of, mocht er nog iets in de achtergrond zichtbaar zijn,
dat de camera besluit om op het onderwerp in achtergrond scherp te stellen, waardoor die pals zojuist helemaal onscherp wordt. Als we naar een vogel kijken, wat kleiner onderwerp. Als we naar deze foto kijken, het grootste onderwerp in deze foto is in principe, nou, misschien wel deze rots waar de vogel op staat. Nou, als je de camera laat bepalen waar het scherp gesteld mag worden, ja, is het best wel mogelijk dat de camera hier iets pakt, dus ergens op die rots. Terwijl je idealiter bij het fotograferen van dieren of mensen scherp stelt op het oog, dus hier. Als je met één scherpstelpunt werkt, kun je dat punt daar plaatsen en dan weet je zeker dat dat scherp is. En dit is ook een foto die ik in de laatste fotografie show heb gebruikt, waarbij ik nog een ingezoomde versie had, waarbij je goed kon zien dat het oog echt goed scherp was. Dus met één scherpstelpunt kun je veel zekerder zijn dat het juiste gedeelte scherp is. Nou, ook foto's als dit, de heide. Uiteindelijk, als je met zo'n kleine scherpte diepte werkt, ja, kun je ook nog eens bepalen, je ziet hier nu al bijvoorbeeld de voorgrond is hier onscherp en op een gegeven moment wordt het scherp en iets verder naar de achtergrond toe wordt het weer onscherp en dan heel erg onscherp. Nou, waar je de scherpte hier plaatst, je kan het helemaal op de voorgrond plaatsen, maar in dit geval heb ik ervoor gekozen om het een beetje in het midden te houden van het eerste bosje wat in bloei stond. En dat is een keuze. Het een is niet per se beter dan het ander, maar als je met één scherpstelpunt werkt, dan kun je dat wel zelf bepalen. Als je de camera laat bepalen wat scherp wordt, of welk punt geactiveerd moet worden, ja, dan is het weer afwachten wat er gaat gebeuren. Nou, bij een foto als dit, een landschapsfoto, is alles wel zo goed als scherp. Zowel de voorgrond als de achtergrond, hoewel het een beetje mistig is in deze foto en het daardoor wat waziger eruit ziet, is deze wel met instellingen gemaakt die ervoor zorgen dat alles van voor tot achter gewoon prima scherp oogt. En dus dit is een grote scherpte diepte. En bij zo'n foto ben je misschien al heel erg snel geneigd om op het boompje scherp te stellen, want dat is natuurlijk de blikvanger van deze foto. Maar als je in de achtergrond scherp stelt, dan kun je vanuit gaan dat de voorgrond onscherp is. En dat heeft ermee te maken dat als je een bepaalde scherpstelafstand hebt, een klein stukje van de scherpte valt voor je punt, een groter gedeelte valt achter het punt. Dat zag je net ook in de tekening van die scherpte diepte, dat er een klein stukje voor die persoon viel en een groot gedeelte erachter. Nou, dat gebeurt ook in deze situatie als ik het autofocuspunt op het boompje had geplaatst. Dan had er heel veel van de scherpte diepte achter de boom gevallen. Maar ja, er is niks meer te zien, dus dat heeft weinig nut. En een heel klein stukje ervoor. Maar alles wat dan daarvoor nog zit, zou weer onscherp zijn. En je ziet dat dit er scherp uitziet. Dus wat ik hier heb gedaan, ik heb hier hyperfocaal scherp gesteld. Dat is ook een onderwerp wat we eerder besproken hebben in een andere fotografie show. En ik heb hier juist op de voorgrond scherp gesteld, wat ervoor zorgt dat zowel voorgrond als achtergrond er scherp uitzien. Nou, hier precies hetzelfde. Je zou heel snel geneigd zijn om in de achtergrond scherp te stellen op de Erasmusbrug. Maar in dit geval wil ik ook dat die boot op de voorgrond scherp is. Dus daarom heb ik hier juist meer op de voorgrond scherp gesteld. En wederom scherpte diepte groot genoeg is, kun je ervoor zorgen dat ook die achtergrond er gewoon scherp uitziet. Ook bij foto's waarbij de scherpte diepte wat kleiner is, daar wordt het juist belangrijk om met één autofocuspunt te werken, want een kleine aanpassing kan ervoor zorgen dat het juiste onderwerp of het onderdeel in de foto niet scherp is. In dit geval wil je het oog scherp hebben. Dat is hier goed gelukt, maar als je heel goed kijkt, dan zie je dat de poot die hier net achter het oor valt, al net wat onscherper is dan de kop. Dus, en dat gaat misschien om 10 centimeter verschil in de diepte. Dus dan kun je, dat geeft wel aan dat als je met een kleine scherpte diepte fotografeert, als je er net naast zit, het kan ervoor zorgen dat het verkeerde het scherpst is. Dus dan komt die scherpstelling heel erg nauwkeurig en in dit geval heb ik het scherpstelpunt op het oog geplaatst en daardoor is het goed gegaan. Dus als je naar het aantal scherpstelpunten gaat kijken, mijn advies is, gebruik er één voor de maximale controle en dan ga je vanzelf situaties tegenkomen
dat het niet lukt. Denk aan een vliegende vogel in de lucht. Het is verdraaid lastig om met één autofocuspunt een vogel te volgen in de lucht. Het kan wel, maar het vergt wel de nodige oefening. Dus lukt het niet, pak dan een iets groter groepje. Steeds meer camera's die krijgen een soort, dat noemen ze clusters van autofocuspunten. Dus in plaats van één punt krijg je er nog een vierkant of een cirkel van autofocuspunten omheen. Waardoor je bijvoorbeeld werkt met 9 autofocuspunten die allemaal bij elkaar zitten. Nou, dan is de kans natuurlijk wat groter dat jij een van die 9 punten op die vogel gericht houdt en die wordt dan geactiveerd. Maar het belangrijkste is toch wel om niet de automatische functie te gebruiken waarbij de camera zelf mag kiezen tussen alle autofocuspunten die jouw camera heeft. Want dan is het echt wachten tot het een keer fout gaat. En ja, natuurlijk wil je zoveel mogelijk punten, zoveel mogelijk foto's scherp hebben. En de grootste kans heb je met één autofocuspunt.